Je komt hier binnen met complimenten voor je team, maar ook een klein beetje mopperend, hè? Ja, maar uiteindelijk als je met de rust 3-1 achter staat en je sleept er dan een 3-3 uit. Heel zwaar bevochten 3-3. Ja, dan vind ik toch dat ik na mijn ploeg de complimenten moet overbrengen. Ik vind dat we dat echt ook verdiend hebben, de tweede helft. Ja, je zei inderdaad vooraf, van, we moeten het ook vooral van het voetbal hebben. Echt met dat vechtvoetbal, dat bestaat bij ons niet. Die strijd tegen degradatie moeten we op een andere manier ingaan. Maar dit toonde wel een hoop veerkracht. Dit was toch ook een beetje vechten? Jawel, maar het vechten gaat ook gecombineerd met goed voetballen. Want uiteindelijk is het zo. Kijk, we zijn natuurlijk niet altijd in de eindfase goed geweest. Voorzetten die dan of net iets te zacht of te laag of net weer iets te hoog. Maar het voetballen zat er wel in. Dan zie je ook dat wij ons eigen kunnen meten met ook de betere ploegen in de tweede divisie. Hey, je komt op een 1-0 achterstand, een discutabel doelpunt. Jullie vlogen allemaal van die bank af. Ja, terecht, onterecht? Nou ja, ik zie het recht voor mijn neus gebeuren. Dus ik zie het moment van het spelen van de bal. En ik denk niet dat ik had zelfs wel de indruk dat het 5-6 meter was. En nou heb ik de beelden teruggezien. Ja, nou, voor mij is dat gewoon een 100% buitenspelgoal. Maar goed, het gebeurt. En je kunt er lang en breed blijven praten. En wij kunnen boos zijn op iedereen en alles. Maar het gebeurt je en het overkomt je. En dan sta je eigenlijk naar een goede start. Want we begonnen echt goed aan die wedstrijd. Sta je gewoon weer 0-1. En dat doet wel iets met de ploeg, hoor. Als je achterkomt. Nou ja, en als je dan ook nog een penalty tegen krijgt. Want hoe zaten ze erbij? Hoe zaten jullie erbij in de rust? Nou, ik vond wel, ja, in de rust is er wel ook de rust bewaren, zeg ik dan. Hè. En dan is het ook belangrijk dat we kalm blijven, maar ook voor ons, dat wij ook blijven analyseren wat er gebeurd is. Maar we zijn wel heel boos geweest op de manier van het verdedigen, zoals wij hebben verdedigd. Ik vind dat wij de laatste twee goals, dat we die cadeau hebben gedaan. Ja, dat vind ik echt. En dat hebben we ook tegen de ploeg verteld. Kijk, als je de laatste twee situaties ziet en terugziet, en als ze zichzelf terugzien, dan moet je boos zijn op jezelf. En dan kun je niet meer over scheidsrechterdwaling praten. Moet je niet meer over grensrechten praten. Dan heb je gewoon slecht verdedigd. Wat schieten jullie nou op met een punt? Nou ja, we schieten in ieder geval wat op. Ik hoop dat. Ik weet niet wat Lisse gedaan. Ik hoorde een ruststand van 2-0 achter. Ja, verloren. Nou goed, dat is naar ons toe heel gunstig. Dan blijft Lisse blijft, bereikbaar. Hè? Dus die staan op 31. Wij komen weer een puntje dichterbij op 28, geloof ik. Of 29. Als ik goed heb, 2 punten verschil. Ik zit even te kijken, jullie komen op 28. 20, ja. 3 punten verschil dan? 3 punten verschil, dat is 1 wedstrijd. En uiteindelijk zullen we er niet zo heel veel mee opschieten. Maar kijk, als je verliest, gebeurt er ook wat in je hoofd. En dan gebeurt er ook wat met de ploeg. En we zijn juist aan een behoorlijke reeks bezig. Kijk, en als je dan weer een nederlaag ertussen krijgt met 3 goals tegen. Ja, dat hebben we in ieder geval kunnen voorkomen. En daar ben ik wel trots op. En Sherwin Grot, die vindt gewoon dat hij elke week moet starten, hoor? Ja. Kijk, Sherwin is toch een apart geval. En wij hebben hem gewoon gehuurd. En we hebben gehoopt dat hij het zou brengen in het begin. Dat hebben we echt niet van hem gezien. Ik ben heel blij dat hij tegen zijn oude ploeg dat hij de D3 binnen schiet. Daar zijn we ook heel blij mee. Is hij zelf ook heel blij mee. En wie weet, volgende week moeten we Rijnsburg uit. Dus wie zal het zeggen? Ja, jij.